En ik word de volgende ochtend wakker. En ik doe mijn ogen open. En wat zie ik daar? Ik zie daar een papa, een mama en twee kinderen. En toen ben ik gewoon in slaap gevallen. In die woonkamer. Dit is het Vice-interview met Sinterklaas. Het grootste dat ik ooit heb gesloopt. Dan moet ik meteen weer een geheim gaan onthullen. Maar goed, laat ik het dan maar doen. Hè. Is de stoomboot. Maar ik heb natuurlijk pakjesboot 12, hè, zoals je weet. Dus dat betekent dat ik ook nog 11 andere boten heb. Dus we zijn gewoon met een andere boot naar Nederland gevaren. En toen kwam het allemaal goed. Ik moet zeggen, ik drink veel en graag, maar altijd zonder bubbeltjes. Ja, sorry, ik heb even een beetje binnenpret, maar dit was op zich wel een bijzonder grappig moment. Een glaasje bisschopswijn wil ik er nog wel eens, van genieten. Ik was moe, ik was kapot, ik dacht ik ga even een dukje doen. En ik word de volgende ochtend wakker. En ik doe mijn ogen open. En wat zie ik daar? Ik zie daar een papa, een mama en twee kinderen. En toen ben ik gewoon in slaap gevallen. In die woonkamer. Zonder dat ik in de gaten had dat het gebeurd was. dat is meestal de nacht, omdat het dan donker is. Maar dat wilde u natuurlijk niet horen. Ik heb natuurlijk nog de oorlog meegemaakt. Hè? 40, 45. Dit was natuurlijk een verschrikkelijke periode voor heel veel landen, maar onder andere voor Nederland. Ik ben 5 jaar lang niet naar Nederland kunnen afreizen. Wat heb je gedaan dan in die 5 jaar? Ja, dat vragen heel veel mensen aan mij. Dat vertel ik niet. Kijk, er zijn soms kinderen die aan mij vragen, Sinterklaas, bestaat u wel? Bent u echt? Hè? Kunt u dat bewijzen? En dan zeg ik wel eens van, trek maar aan mijn baard. En ik had een keer een jongen die trok zo ontzettend hard aan mijn baard dat de tranen in mijn ogen sprongen. Laat ik vooropstellen, om dit kapsel te kunnen onderhouden heb je een heleboel producten nodig. Want mijn haar is van nature is steil. Hè? Dus die golven, die slagen die daarin zitten, die zijn daarin gemaakt. En smeer je ook crèmepjes? Ik wil nog wel eens een face wash gebruiken met daarna een leuke gezichtscrème, maar dat is alles hoor. Goh, moet daar lang over nadenken zeg. Nee, ik heb uiteraard voor het Sinterklaasfeest, laat ik dat vooropstellen. Maar laat ik dan minstens zeggen dat ik de kerst ook zo'n fijne periode vind. Want er zijn heel veel mensen die denken dat ik in conclaaf ben met de kerstman en dat dat allemaal gedoe is en strijd. Dat is niet waar. We hebben een hele duidelijke afspraak. Vanaf half november tot 5 december is het Sinterklaastijd in Nederland. Langs deze weg wens ik jullie allemaal een hele fijne Sinterklaastijd. En heb een fijne pakjesavond. Dag!